We staan bij Ron Simpson, oprichter van de Avocado Show. En even voor die paar mensen die op de Noordpool geleefd hebben, wat is de Avocado Show? De Avocado Show is een heel leuk merk en restaurant franchise dat als eerste ter wereld avocado gerechten in een monorestaurant stopte. En je bent hier in Amsterdam begonnen, maar nu? We zijn in Amsterdam begonnen. We gaan nu de derde openen in Amsterdam. We zijn open in Brussel. We zijn nu nog open in Londen ook. En er komen er steeds meer aan. We gaan meer Europese hoofdsteden doen en wie weet nog meer. En we staan hier niet voor niks op de Social Conference. De Avocado Show is eigenlijk een merk dat social misschien wel geboren is. Hoe ziet jullie social presence er nu uit? Nou, het gaat vrij goed. We hebben ongeveer 120.000 volgers. Een hele levendige community waar we heel veel mee interacteren. Dat is heel tof. En ja, het is gewoon onderdeel van ons merk DNA. We maken dingen echt specifiek voor social. We gebruiken social als data tool. We gebruiken het als verkooptool. We gebruiken het om dingen te vieren. Als recruitment. We halen ons personeel daar vandaan. Dus het is echt een grote rol voor ons. Als data tool, heb je daar een mooi voorbeeld van? Zeker, ja. We hebben een data-analyse bijvoorbeeld gedaan op wie ons volgen, waar ze vandaan komen en wie er het meeste praat. En daardoor konden we gaan franchisen. Hetzelfde als franchising, maar dan zonder R. En op basis van fans kijken van oké, waar komt de meeste aandacht vandaan? Dat is bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. En we hebben een analyse gedaan op alle kleuren van de foto's die we gebruiken om te kijken of daar een voorkeur bij zit. En als er zoveel mensen reageren, dan is dat echt een onderzoek en kun je daar gewoon op toespitsen. Hey, en je merk is storm in de hand begonnen eigenlijk in de tijd. Hoe heb je dat allemaal gehandeld, al die aanvragen die je kreeg? Met het fantastische team dat we hadden. Dat is iets wat je niet alleen kunt. En we hadden het geluk dat wij niet per se uit de horeca kwamen, maar dat we eigenlijk uit merk, PR en productie kwamen en dus met al die dingen om konden gaan. En iedereen die de horeca deed, hebben we ingehuurd. En dat werkte gewoon heel goed. Dus we hadden gelukkig ervaring om op terug te vallen. En in die tijd ben je populair geworden en dat betekent ook dat je heel veel gekopieerd wordt. Je vertelde net iets van dat het ook wel erg behulpzaam is eigenlijk. Hoe werkt dat? Je hebt het gewoon nodig. Je zult nooit heel lang de enige zijn en wat dan ook. Dus de markt moet gebouwd worden. Er moet altijd iemand, weet ik veel, duurder of goedkoper zijn dan jij. Er moet segmentatie plaatsvinden, weet je wel. En deze markt is heel jong. Er zijn misschien 23 nieuwe spelertjes daarop en die zijn allemaal individueel restaurant gedreven. En wij zijn eigenlijk overkoepelend als merk met restaurants veel harder aan het ontwikkelen. Maar ja, ik vind het juist tof dat ze dat doen. Ja. Hey, en nu zit je lekker vol, iedere avond, gok ik. Hoe blijf je dat in de toekomst doen? Met uitbreiding, die wil je ook allemaal vol hebben. Ik denk dat het vooral te maken heeft met vraag en aanbod. Er is heel veel vraag en er is echt nog steeds heel erg weinig aanbod. Dus elke keer als wij een zaak openen in een andere wereldstad, zijn we nog steeds de enige in die stad of de enige die ertoe doet in die stad of wat dan ook, weet je wel. En dat trekt gewoon een bepaalde groep mensen aan. En dat is voor de komende jaren zal die situatie zo zijn. En later zal het stabiliseren, maar dan bieden wij gewoon pretty healthy food aan dat je elke dag zou willen eten. En dan gaan we van een soort van hype trend naar dagelijks gebruik. En dan krijg je ook nog een discussie over avocado's, of die duurzaam of niet zouden zijn. En wat zeg je de mensen dan? Het belangrijkste om te begrijpen is dat avocado's duurzaam geteeld kunnen worden. En je kunt dat dus ook duurzaam kopen, je kunt het duurzaam handelen. Er zijn juiste partners om mee te werken. Er zijn ook mensen die het nog niet goed doen. En dat betekent dat je het zelf wel kunt doen en je kunt de anderen helpen om beter te worden. Dat is het belangrijkste. Ik hoopte eigenlijk dat je zou zeggen, bekijk de documentaire. Bekijk de documentaire even op deavocadoshow.com, natuurlijk. Ja. Dankjewel.